kan je nou vertraging hebben? Het is midden in de nacht. Ja, waarschijnlijk staat de file boven. Voorlopig gaan we niet slapen, want jij wilde nog de hele dag wakker blijven. Ik blijf de hele dag Welkom weer bij een gloednieuwe video hier op Good Life. We gaan weer eens een keertje op reis. En waar gaat de reis naartoe, lieve Patty? We gaan naar Turkije. Daarom hebben wij zoveel koffertjes bij ons. Je ziet, het wordt donker. We gaan vliegen van Münster, Duitsland. Dus dat is nog 3,5 uur rijden, 3:20 geloof ik. En we vliegen om 2:40. Dus dat is midden in de nacht. Dus dat wordt een hele zware dag. Patty die zegt tegen mij, ik ga niet slapen. Ik blijf wakker tot morgenavond in Turkije. Tot, hoe laat zou je wakker blijven? Ja, langer dan 24 uur. Ik ga mooi, langer dan 24 uur. Direct een mooie challenge, langer dan 24 uur wakker blijven. Ik heb net heel eventjes geslapen, een uurtje, maar dat zou veel te weinig zijn voor mij. Want ik ben namelijk wel gewoon eerlijk, ik ga dat niet redden. Maar deze challenge, die wil ik wel met jou doen. Ik ga jou 24 uur wakker maken. Dus als je aangekomen bent in een hotel, dan ga jij gelijk naar bed? Nee, want ik ga jou wakker houden, tot 8 uur 's avonds. Dus, dat wordt heel leuk. Nou, inpakken, happetappen, weet je wat je aan het doen bent, aan het wachten ergens. Ja. Maar je kunt ze gewoon inladen hoor. Ze zijn maar 20 kilo per stuk. Kom, happetap. Emancipatie heet zoiets toch, hè? Gelijke rechten aan vrouwen, mannen, weet ik veel wat allemaal. Wat dan? Dan ga ik ook wat zwaar doen, ik ga de auto starten. In de hols van de nacht zijn we bij het vliegveld aangekomen. Ja. Nou, dadelijk loop je met die jas. Ik weet niet, we gaan naar Turkije. Ga je die meenemen? Ja, nu ik het koud. En de rest van de week heb je die jas. Ben als ze de rest van de week gaat zeuren. Ah, het is zo warm. Wordt 30 graden in Turkije. Dan vergeet je niet iets. Nee, ik vergeet niks, maar met die jas. Leg gewoon in de auto. Nee, ik heb koud. Daar de oorlog winnen dadelijk. Ik laat me gewoon trui zijn. Doe dat, schat. Ja, doe ja. Zonder jas van een bek hoor. Ja. Wij niet bellen. Jij niet ziet en het is goed eten. We hebben zien. Nou, smakelijk eten, je kan je genoeg halen. Is gaan eten. Oh, dat is jammer voor je. Nou, de sporten. Dan gaan we naar de gate. Nee, ik wil wel. Nee, ik wil wel. Jij eten. Moet niks. Jij wilt. Ik wil iets te pikken. Wat echt trek heb joh. Nee. Nee? Nee. Ik wil niet zeuren, maar het is 1 uur 's nachts. En normaal slapen we. Dus normaal eten we ook niet. En nu dus ook niet. En je moet nog even kijken, wat is het, 18 uur wakker blijven? 18 uur? Nog echt wel 18 uur? Voor mij moet er 18 uur wakker blijven, ja. Als die langer is. Klinkt al. Oh, dadelijk gaan we ontbijten. Zo goed. Heerlijk dit. Ja. Ah, dat ga je niet menen. Expected 3,50 en een planning was 2,40. Dat is wel een uur vertraging. Nog meer dan een uur vertraging dan. Kun je nagaan. Dan een hele lange nacht. Waar zijn we aan begonnen? Wie heeft hier geregeld? Jij toch met je prijsvrij? Nee. Ja, prijsvrij. Lekker goedkoop. Lekker makkelijk. Hey, normaal organiseer ik altijd alles zelf. Het is handig zo'n reisbureau. Je ziet het, uur vertraging. Zeuren met Koet. Nee, Koet reizen. Zeuren met Koet. Dan is het zeiken met Koet. Dat is zeiken, zeuren met zeiken Koet. Zeiken met Koet, ja. In ieder geval staat, ja, maar Koet heeft nu wel meer dan een uur vertraging. Ken ik toch niks aan doen? Jawel, prijsvrij. Ik had de kost, die bij elkaar. Twee broodjes en twee drinken. 20 euro. Ik zeg wel zeuren, maar goed. Is dat niet normaal? 20 euro. En dan moet je nog langer wachten op je vliegtuig ook nog. Ja, hoezo? Ja, je hoezo? Moet je anders gaan lopen of zo, ja, nee, hoezo? Maar... God, hé. Hey. Wat moet je anders? Nou, iets smakelijks zo. Ik wou dat ik af en toe net zo simpel en makkelijk was als Patty. Hoezo? Ja, ik heb daar gewoon moeite mee. Ik zie me wat te irriteren en ik moet nog, je ziet jou gewoon je ogen en de moeheid. Maar, normaal lig je ook om 10 uur op bed. Ja, normaal, maar je kan niks veranderen. Je moet. Wil je eraan veranderen dan? Ik ga niet meer met prijsvrij gaan. Nou, dan gaan we de volgende keer met Koets reizen. Dan regel jij het vliegtuig. En hoe weet je als die vertraging heeft? Oh ja? Nooit. Nooit vertraging. Ah, nee, nooit. Echt niet? Hoe kan je nou vertraging hebben? Het is midden in de nacht. Ja, waarschijnlijk staat de file boven. Ja, weet ik dat. Ja, maar dat is even alles. Ja, ik snap het ook niet. Je stijgt gewoon op in je land gewoon ergens weer. Nou ja. Wacht wel even. Nou, dit wordt ons uitzicht voor de komende. Wakker
blijven. Ja. Wakker blijven. Ja. Nee. Ja. Ik zal wakker blijven. Ja. Nee. Ik vraag me af in het vliegtuig of dat ik dan al wakker blijf. Waarschijnlijk niet. Nee. Daarom hou ik wel wakker. Ja, duurt lang. Wachten duurt lang. Dit. Dat je überhaupt kan slaan met die schreeuwende kinderen heen. Jeetje, die man met de schreeuwende kinderen uit het hier, hoor. Ja, sneu, hoor. Ja, van mij. Hoezo? Ja, ik moet er naar luisteren. Ja, dan heb je geen oordoppen bij. Nee. Ik heb en een masker en oordoppen en ik ben goed voorbereid. Oh, wat erg. Lekker wel katten. Hoor je dat? Lekker wel katten, joh. Katten. Ja! Nou, we mogen. Mogen. Ja, een beetje rode oogjes. Beetje rode. Beetje, heb je zelf gezien. Maar van mij toch? Zeg toch even wat. Maar een schat. Nou. Mama. Ze zijn precies op tijd, uurtje te laat. Dus ze zijn te laat, maar eigenlijk wel op tijd. Want ze hebben gezegd dat ze een uurtje te laat waren. Dus ja, ze zijn op tijd te laat. Op tijd te laat. We gaan instappen. Dat is een andere grote slurf, hè, deze. Denk jij te gaan doen? Slaapmuts. Nee, 24 uur wakker is je. Ik blijf wel wakker, doe alleen maar even mijn ogen dicht. Ja, dan blijf je wel wakker natuurlijk. Ja. Maar oordoppen en een kleine slaapmuts heb ik bij een kou. Ja, dus voordat we de lucht in zijn, lig je al te slapen. Nee, ik slaap niet. Ik blijf wakker. Ik hou je wakker. Ja, ik blijf wakker. Oh, kut. Ja. Zie je dat? Staat er echt. Wat? Ja, staat daar. Ja, ik ben er niet. Ik ga een klacht indienen. Zulke woorden kan ik niet gebruiken. A few moments later. Let's bring a song in the tradition of money. Na planning. World singers and contemporary. Welkom in Turkije. Het is ongelofelijk, ze hebben ons het land binnengelaten. Paspoortcontrole, we hebben foto's van ons gemaakt. Heb ik een briefje meegekregen? Ik denk dat dit een visum is. Geen idee, ik krijg een stempel. Het staat er ook niet echt op, hè? Ja, misschien als ze nu normaal je paspoort zetten, nu op een los baasje. Ja. Dat kan. Maar zullen we bij ons dragen. Maar voor jou een souvenirje. En je mooie tijden met Koet in Turkije. Koet reizen. Heb je niet warm? Wat? Ik heb bloedheet. Nee, heb je het echt zo warm? Echt heet, joh. Die trui nog steeds uit gisteren. Nee, het heet. Naar bel 6. Of ja, 106 achterin. Zoek het busje. Ja, transfer. Je hebt toch brieven van jouw fantastische prijsvrij. Ja, en die staat hier ergens tussen. Ja, die staat hier vast ergens. Staat hier tussen, ja. Vraag het alleen maar. Ja. Je hebt er informatie. Wat een fantastische bedrijf, ja. Ja, transfer naar het hotel. Ja, dat is ons hotel. Ja. Nou, fijn. Nou, dat was het. Welk nummertje hoort erbij? Of staat er iemand met een bordje voor ons te wachten? Of, Nou, prijsvrij, goed geregeld weer. Echt fantastisch. En dat is waarom ik altijd alles zelf regel. Ik betaal veel geld en we krijgen het weer terug. Ik had zelf ook een keer regelen, een vluchtticket. Dus, er was hier wel een man die sprang samen tour travel. Maar ja, privaat transfer, dat lijkt me ook niet. Om hier alles te verkopen. Ja, wat we kunnen doen is even gewoon de hele rij langs lopen. Maar ik denk niet dat je prijsvrij ertussen gaat zien. Of je vraagt het even. Ja, bellen even er naartoe. €1,27 per minuut. Ja, ik heb een slechte provider. Breek me de bek niet open. Nou, gaan we een taxi pakken. Ik heb ook geen enkel idee. De reispapier heb ik uitgeprint, maar ja, daar staat eigenlijk helemaal niks op. Er staat heel de reisdocumenten. Nou, internet hebben we hier dus niet. Als dat er was het probleem opgelost. Bellen, geen enkel idee welk nummer. Dus we pakken de taxi maar. Ik weet het anders ook. Nou, dit is de ingang. En je ziet het is een 5 sterren hotel, dus ik ben benieuwd of ze die 5 sterren waar zijn. Het ziet er kunstig uit. Mooi uit, ja. Chic voornamelijk, chic de friemel. Ja, dat dan wel. Ik moet daar even kijken wat ik aan de taxi betaald heb. 600 lira, voor mij is dat veel. Ik weet niet, 600 klinkt voor mij heel erg veel om te horen. We moeten even kijken naar onze kamer, want die zou je ook ergens moeten zitten. Ja, daar staat 1500. Nou, kijk eens. Oh. Maar dit is toch wel een hele grote kamer. Kijk, er is joh. Maar die heb je de deur open, hoor. Ja, hier staat het toch? Moet die mensen even hier de kamer laten zien? Ja, dat is toch wel weer top. Kijk, daar komen de koffers. Ik had al 2 losse eurotjes, die heb ik maar gegeven. Dan ruilt hij er maar in bij de grenswisselkantoor. Ja, daar slaap jij, dus hier. Daar slaap ik.
Ja, zeker. Het past dus al op uit. Daarbij, voorlopig gaan we nog niet slapen. Want jij wilde nog de hele dag wakker blijven. Dat is nog een balkonnetje. Kijk eens, hoe mooi. Ik ken hem met een 10 in, man. Ja, ik heb met z'n tweeën douchen. Kijk, we twee zitplaatsen. Twee zitplaatsen. En dit is de zetel. De zeetje. Mooie wastafel. Nou, luxe hoor. Ja, eigenlijk is het, is goed. Het is een heel mooi hotel. Daar betaal ik ook voor. Blij dat je nog wakker bent. Alsjeblieft, aan het werk. We gaan glijden. Maar daarom zijn we hier tenslotte ook om een paar mooie reviews te maken voor Extreme Rides. We hebben alle rechten hebben gedaan, we gaan nu met die bocht doen. Ja. Hetzelfde houden, maar rekenen mee dat die hoog is en dat je natuurlijk sneller wel in de rechts stapt. Ja, niet dat je tegen de glijbaan aan klapt. Hoog, ja, gewoon zo hoog is zat. Je hoeft niet verder uit te schuiven. Kan later als je misschien meer, meer gevoel ermee hebt. Ja mensen, het nieuwe personeel moet ik ook gewoon inwerken. Ze blijft zo wakker. Hè? Ze blijft zo wakker. Genieten dit schatje. Hè? Genieten. Moet je tandenstokjes kunnen tussen plakken bij jou dadelijk. Ik denk dat ze 6 juni gaan halen. Zo, ben je weer een beetje wakker. Bij de les blijven, hè? Volgens mij is dit water ook koud. Jij moet wakker blijven, ik niet. Ben je wakker? Goed zo, dan kunnen we verder. Oeh, wat voel je koud aan. Haha, koud. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Oh ja, ja, ik ben al 24 uur wakker. Een nachtje doortrekken. Ja, dat lukt je toch wel. Helemaal geen problemen. Wie dit en dat. Wie heeft hier geslapen in het vliegtuig? Jij of ik? Jij. 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 Nee. Ik heb foto. Laat ik nu zien. Ik heb bewijs. Foto. Komt ie. Wat lag je daar te doen dan? Na te denken. Na te denken. Ja. Nee, ik heb helemaal niet geslapen. Jawel. Nee, ik heb heel even mijn hoofd tussen mijn benen gezeten. Zo, heel even mijn ogen. Ja, precies ook zo na zitten denken. Helemaal wat ik gedaan heb. Voor de rest heb ik niets gedaan. Gewoon gezeten. Die is lekker, 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 die is lekker. Die zijn allemaal lekker. Mijn keuze is gevallen op een Malibu Sunset. Ik zou zeggen mensen, proost. Heb jij het gekozen? IJskoffie, koude koffie. Met een beetje cappino, een beetje wakker van, hè? A few moments later. A few moments later. Ik blijf de hele dag wakker, zegt ze dan. En wie slaapt er weer? Oh, man. Hé, gaan we eindelijk echt slapen. Ik zit erop. Nou, even slapen aan mensen. Morgen zijn we hopelijk fris en fruitig. Hopelijk zien jullie er weer bij. We gaan ons oogjes dicht doen. Ik zou zeggen, slaap wel als ik erbij kom. Wacht, kom. Take two. Ja. Ja, heel goed. Wat rusten. Wat rusten.